Ja, Kevin. Jammer van de nederlaag. Maar na 2 overwinningen, hoe gaan jullie dan het veld op? Ja, blijkbaar niet goed. Nou, volgens mij denken we dat we wel iedereen even kunnen verslaan hier, maar zo werkt het niet. En waarom denken jullie dat dan? Nou ja, weet je, misschien is dat onbewust, ik weet niet. Maar wat we vandaag hebben laten zien was niet goed. Elke keer een stapje te laat bij elke voorzet eruit halen of geven. Hoe komt dat steeds? Ja, ik weet niet. Ik denk vandaag vrij weinig goede dingen te zien waren. Dus nogmaals wat ik zeg. Misschien denken we dat we allemaal eventjes op halve kracht kunnen doen. Maar dat hebben we gezien, dat werkt niet. Tweede helft ging ook niet heel veel beter. Maar hoe gaan jullie dan toch de kleedkamer uit? Nou ja, je weet de rust 2-8. Ik denk als je tegen Eindhoven gewoon gaat voetballen, dan krijg je genoeg kansen. En maak je gewoon, zelfs met 2-8 kan je nog winnen. Maar het werd alleen maar slechter, denk ik. Dus, Volgende wedstrijd tegen Jong AZ. Hoe gaan jullie dan de voorbereiding in? Nou, ik weet niet precies hoe we dat gaan doen, maar ik denk dat het anders moet dan vandaag. Want als we nog zo'n wedstrijd afleveren als vandaag, dan staan we binnen 3 weken weer laatste. Dus. Ja, Muringen, na je blessure ben je eindelijk weer gezien op het veld. Hoe ging je wedstrijd? De wedstrijd verliep niet goed. Het is zeker geen lekkere wedstrijd om in te vallen. Daar zit niks mee en dan verlies je hem zo zuur, is jammer. Je pakte ook nog een gele kaart. Is dat dan uit frustratie dat het allemaal niet lukt? Natuurlijk, het is gewoon een beetje frustratie ook, omdat je ziet dat niks lukt en zo. Dus dan gaat de agressiviteit ook een beetje een rol spelen. Dat is dom van mij. Ik moest hem gewoon inhouden en dan is er niet zoveel aan de hand, maar ja. Langs dat de wedstrijd niet zo goed verliep, ben je best wel vaak voor het goal gezien. Waarom komt die bal dan toch niet in het goal? Ja, het is een beetje geluk wat mee moet komen kijken, denk ik. Hij viel vaak goed, maar dit keer valt hij niet goed. Dat is jammer. Ik hoop de volgende wedstrijden wel. Dat we onszelf wel kunnen belonen. Deze wedstrijd snel vergeten om naar de volgende. Hoe gaan jullie hierop trainen? Ja, ik denk dat we gewoon deze wedstrijd snel moeten vergeten wat je zegt. En dan 2 keer harder werken. En gewoon goede momenten bij ons houden. Zoals vorige week, afgelopen weken. En dan moet het gewoon wel goed kopen, denk ik.